Oké, okay, daar is. Oh mijn god, zijn er twee. Zijn er twee vrij? Zijn er meerdere vrij? Jongens, jullie hebben niet door dat ik er ben. Ik heb een ghillie suit en ik heb de andere meuk. Alsjeblieft, laat me toch eens met rust, jongens. Oh, ik heb er één. Oké. Yo, die mensen, welkom terug bij een Ark Ragnarok. Voordat we deze prachtige mooie aflevering gaan beginnen, ga ik eerst even voor jullie strippen. Want kijk eens aan wat een mooi lekker shirtje dit is. Dit is een crossover shirt tussen mij, Game Meneer en Coco Vogel. En ja, het is gewoon hartstikke mooi. Koop op www.gamemeneer.nl of www.linktijger.nl. We zijn hier terug in een nieuwe wereld van Ark Ragnarok. En ik ben weer gedemonetized. Ik krijg geen geld op deze video, want je ziet de onderkant van mijn character. Kijk. Dammit, Kevin. In ieder geval, hey, jarige Don, wat doe jij hier? Ga jij eens even jou weg hier weten. Oh ja, ik weet alweer wat ik de volgende aflevering heb gedaan. Ik ben toch weer vergeten. Wij hebben deze twee dingetjes getamed. Ik dacht bij mezelf, dat zijn die micro-raptors, zeg maar, die ik wilde. Alleen deze dingen lijken erop, maar ze zijn het totaal niet. Dus deze dingen, ik heb geen idee wat ik eraan heb. Ik heb ze, ik hoef ze niet, maar ik heb ze wel. Dus die moet nog eventjes een keertje gaan tamen. Daarnaast heb ik ook een goede oplossing gevonden voor de Wyvern die bij mij op loge is. Mijn lieve wiventje. Deze pracht bij jou. Je bent een lief. Kijk. Snake beschermt hem. Kijk, als Snake daar staat. Precies zo. En ik doe de poort open. Tada! Hij schiet niet op hem. Oké. Misschien schiet er eentje op hem. Maar Snake protect hem. Kijk, dat zie je. Snake had alle kogels tegen. Yay! Duimpje omhoog voor Snake. En als laatste hebben we hier natuurlijk heel veel van deze dingen. Allemaal citroenen en shizzle. En carrots en alles op en eraan. Dat is lekker aan het groeien. Dus gaan we eventjes wat uitpakken. En doen we gewoon via de koelkast. Dan kunnen we lekker alles spoelen. Dan doen we al selecteren. En dan pool. En dan zijn we klaar met de citroenen. Oeh, 300 citroenen. Oké, 400 carrots, 400 aardappels, 347 citroenen. En 344 long rest. Lekker, dat is nice. En de fertilizer ding is ook lekker bezig om blijkbaar fertilizer te maken. Ik heb geen idee waar de fertilizer belandt. Want het ding is voor mij gewoon kapot. Hij heeft gewoon nul fertilizer. Hij heeft gewoon helemaal niks. I don't know, man. Maar wat ik wel weet is dat wij twee Tiakaleos hebben getemd. En het leuke daaraan is dat ik even hier heb gekeken voor een Tiakaleo saddle. En ik heb er eentje, maar eentje jammer genoeg. Maar wel een mastercraft. Dus dat komt super chill uit. En dan kan ik dan op hem gaan doen. En dan kan ik op hem gaan rijden. En dan zitten we op een poensie. Op een poensie. Oké, ik heb geen idee hoe dit mormel werkt. Echt werkbaar, geen idee. En mijn ander staat daar, die is level 199. Ik ga dus denk ik allebei gewoon lekker op deze muur zo zetten. Of zal ik hem bij de poort inzetten? Misschien is dat wel leuker. Gewoon zo op de poort zo springen. Oh god, ja. Oké, laat maar. Dat gaat natuurlijk niet werken. Poort gaat automatisch open. Kom op, klim op deze muur. Hij is een beetje schuin. Kom op, Tieleke Leo. Je kan hierop springen. Ik wil hem een leuke plek geven. Nou ja, doen we hier wel. Oké, hartstikke top. Dan gaan we die zadel even van jou afpakken. Want die heb jij dan niet meer nodig. Word ik eraf gegooid. Oh. Kijk hoe cool die erbij gaat staan. Gaan we dan hetzelfde met jou doen. Poensie. Even rustig aan. Jongen, jemig zeg. Wat ben jij een wild joch? Oké, en dan doen we hem hier zo. En dan doen we ook het zadeltje eraf. Even kijken. Dan doen we het zadeltje eraf. Ga je hier ook omdraaien. Kijk ze dan staan als een verliefd celletje. Ik ga denk zorgen dat ze ongeveer 5k HP hebben. En daarna ga ik ze een mededamage gooien. Misschien is dat wel hartstikke slim. Oh, jij hebt dus al meer dan 5k HP. Oké, dan doen we jou gewoon lekker een mededamage. Gaat helemaal goed komen. Jij bent dan... Sowieso ben jij de sterkste. Enable wandering. En dan behavior enable wandering. Oké. Okay. Ik weet niet of ze echt gaan wandelen. Aangezien ze dus op de muur zitten. Ik zit trouwens echt helemaal vast in jullie. Mag ik los? Dankjewel. Oh, ze zijn aan het meten. Holy shit. Ze zijn gewoon aan het meten terwijl ze hier hangen. Wat is dit voor gekheid? Jongens, dit noem ik nou nog eens liefde op het eerste gezicht. Kijk hoe cute. Ze zijn echt cute. We gaan hem even bijblijven. Hij is nu ongeveer rond 50%. Ik wil kijken hoe de baby eruit ziet. Oh, hij is 95%. Het kindje komt er bijna uit. Het kindje komt eruit. Oh, klaar. Is hij bijna klaar? Hij is klaar. Oké, nog één tikje en hij is... Oh mijn god. Oh, hij is natuurlijk nu zwanger. Er komt natuurlijk geen ei uit, want het zijn zoogdieren. Geen probleem, ik zet een timer van 15 minuten. Dat ik ongeveer over 15 minuutjes hier terug moet zijn om het kindje te aanschouwen. Wat ik dus nu eventjes wil gaan doen, is extra crystals gaan farmen en wat metal. Want dan mis ik nog een beetje als enige. Dus mijn Ankylo neem ik mee. En ik denk dat ik met Snake ga, aangezien hij meer kan dragen. Dus ik kan meneer de Ice Wyvern eventjes niet beschermen, Snakeje, voor deze ene attack. Dat maakt niet heel veel uit, weet je. Hij heeft wel wat, hij kan meer inkomen. Dan dat. Oh god, ze schiet echt zoveel. Oké, deurtje dicht. We gaan er vandoor, want wij gaan crystals halen en metal. En ik had een van jullie reacties gelezen dat er, als het goed is, hier ongeveer bij dit eilandje
een hele goede crystal cave moest zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het was een verstopte cave. Ik heb werken waar geen idee waar het is. Ik heb alleen een klein beetje research gedaan waar het ongeveer zou zitten. En super veel draken. Hallo, drakenmenterders. Wil je hem alsjeblieft niet aanvallen? Dankjewel. Of het was... Nee. Het was deze. Was niet dat eiland, was dit eiland. Want het was wel een volledige desert eiland. En als het goed is, ergens in een canyon of zo. Of het was deze canyon of deze. Een van de twee. Ik ga denk ik als eerste de rechter nemen. Ja, dat ziet er meer uit als een canyon. Dat is meer een bruggetje en dit is meer echt een canyon. Even kijken. Het moet dus een verborgen of eigenlijk ingang zijn. Voor mij is dit hem al. Voor mij is dit hem. Wat begint hier te lopen? Dat is een pickpocketer. Die wilt stelen. Niks te stelen bij mij, hè? Ja, dit ziet eruit alsof dit kapot kan. Oké. Ankylootje, doe je valaanval. Ja hoor, ik denk dat dit hem is. Of we hebben een andere gevonden, maar ik denk dat dit hem is. Oh, ik kan steen doorheen lopen. Openmaken alsjeblieft. Het is wel erg... erg nauw hier. Ik kan niet eens doorheen, joh. Oeh, het is echt een klein grotje. Oeh, I think I found myself some crystals. Jullie hadden gelijk. In ieder geval, die ene persoon had gelijk. Ik weet niet precies wie het was, maar ik had het gewoon gelezen. En ik moet toegeven, er zijn aardig wat crystals hier. Ik weet niet... Oh, loopt hier verder door. Oké. Ik ben benieuwd met hoeveel crystals ik uiteindelijk uit deze cave ga. Daar heb ik meestal wel best wel wat kort aan crystals, omdat die wat moeilijker te farmen zijn. Nou, wat? Deze dingen zijn helemaal geen crystals. Dit is rauw zout. Wat heb je nou met rauw zout? Heb ik dat nodig voor iets? Geen idee. Is het zwaar? Het is... het valt best mee hoe zwaar het is voor hoeveel ik heb. Nou ja, neem ik ook allemaal maar mee, denk ik. Ik weet niet of ik het ooit nodig heb. Ik weet niet waarvoor ik het kan gebruiken. Dus laat me eventjes weten in de reacties. Waarvoor ik rauw zout kan gaan gebruiken. Want ik heb geen idee of ik wat aan heb. Holy shit, ouwe. Ik dacht van mezelf. Oké, dit is best wel veel. Kijk wat ik daar zo zie. What the hell? Oké, dus daar sprak je over. Ik dacht bij mezelf, ja, het is op zich wel een prima plekje dit hier. Kan je best wel lekker wat kussen halen. Maar ze zijn best wel ver uit elkaar. Een beetje onhandig alles op en eraan. Maar nu zie ik dat en denk bij mezelf, nou, nu snap ik wel waarom jullie mij hierheen sturen. Of in ieder geval die ene persoon die dat dan heeft gezegd. Want dit is wat pittige lid. Ik zie ook een leuk beestje vastzitten. Maar dit zijn de laatste twee, of in ieder geval de laatste drie crystals die ik dan weg moet gaan halen. En dan gaan we kijken hoeveel ik er in totaal bij heb gekregen. Ik heb het al... oh, net iets meer dan 3000 crystals. Dat is mega lit, ouwe. Oké, super chill. Oké, ik drop wel ongeveer de helft van het zout. Want hij is net iets te zwaar om te pick-uppen. Nice, dan gaan we weer lekker terug naar onze wyvern. En dan gaan we met deze crystals weer terug naar huis. Ik ben in ieder geval veel te zwaar om überhaupt nu nog ook metal te gaan halen. Maar jongens, we wilden sowieso deze bug repellent wilden wij gaan maken. Omdat wij natuurlijk een bijtje wilden. Laten we een stuk of 10 maken, denk ik dat het wel een prima iets is. En dan moet natuurlijk ook wel gasoline in. Want zonder gasoline wil hij niet werken. Oké, gasoline erin. Turn on. Eventjes kijken naar onze drugs die we hebben. Jongens, don't do drugs. Oké, gaan we eventjes 10 van maken. En dan gaan we eventjes kijken. Oh, het maakt per 6. Oh, dat was 60 van die dingen. Oh, zo niet nodig. En ze duren sowieso 10 minuten. Dus dat is echt gewoon helemaal niet nodig wat ik heb gedaan. Ook heb ik hier een ghillie suit. Ik ben trouwens wel benieuwd of ik wel betere ghillie suit heb. Nou, ik heb een journeyman chestplate. Dat is veel beter. Ik heb veel betere armpiece heb ik. En ik heb een betere broek. Dit is de beste broek die ik heb. En voor hoofddeksel heb ik ook een betere. Maar dan een blueprint van. Dus die nemen we ook mee. En voor schoenen hebben we ook een betere. Die nemen we ook mee. Oeh, we hebben dat een Minecraft broek. Oké, die broek gaat ook terug hierin. De broek gaat hierin. De broek gaat erin, jongens. Nou, best wel goed. Killisuit hebben dan, moet ik eerlijk zeggen. En de rak stond ook helemaal vol met Link. Je moet van die bloemetjes gebruiken. Die rare flowers. Om ze te temmen. Ik ga naar jullie luisteren. Blijkbaar werkte Ramutten niet. Dus dan gaan we ze voor elkaar krijgen. En ik wil graag nog wat extra C4 hebben. Oh, kijk. Oh, het staat er. Baby Kaleo is trouwens. Hij is helemaal niet afgegaan. Oh, mijn god. De baby staat hier gewoon tussen. Oh, god, de baby. Jongens, denk aan de baby. De baby. Claim hem. Ja, hij mag niet dood. Ik heb het gevoel dat hij dood gaat als ik hem niet kan claimen. Katem, wie heeft het bedacht om... oh, mijn god, wie heeft het bedacht om dit te gaan doen? Oh, god, wat een nare baby. Hier komt baby. Claim hem. Yes, imprinted. Nice, we hebben hem. En even meteen een pick-up erin gooien. Yes, ik vind het wel leuk dat het zo tussen zijn ouders staat eigenlijk. Kijken of we kunnen pick-uppen. Yes, we hebben hem. Oké. Het is misschien heel hartstikke leuk dat hij tussen zijn ouders staat hier. Maar als we gaan breeden, dan gaan we hem hier niet meer tussen laten. Oké, ik weet trouwens niet of het een jongetje of een meisje is. Ben jij een jongetje of een meisje? Behavior, disable, one wing. Alsjeblieft niet meer lopen. Dankjewel. Met 277. Oh mijn god. Jee, mag ik zeggen. Je bent ineens een hele grote, een grote poes met een groot hoofd. Je bent echt een schatje. Oh, je bent weer klein. Je bent ook heel erg hongerig. Dat snap ik wel. Maar als je eenmaal level 10 bent of 10% met maturation, dan kan je uit het voederbakje eten, mijn jong. Even kijken of ik 20 C4 kan gaan maken. Yes, ik kan 20 C4 maken.
Nice, dan komen natuurlijk alle kristals die ik heb verzameld. Want deze vier gaan we nodig hebben bij onze team. Zo, ze zijn gemaakt. We nemen ze mee. Dankjewel. Even kijken. Ja, je bent juvenile en je krijgt eten. Je bent lekker aan het smikkelen, jongen. Goed zo. Lekker bezig. Kunnen je ouders trots op zijn. Oké, ik ga met mijn griffin ga ik weer verder. Want die is toch wel het makkelijkste om die bijen dingen kapot te maken. Hallo, bijenfarmenterders. Waar is al de bijenties? Hier zijn er al de twee. Maar zijn ze dit keer er ook? Ze zijn er niet. Wat? Ze zijn er gewoon niet meer. Wat is dit nou weer, joh? Zit er eentje op deze steen? Daar zit er ook geen een. Hier is, oh, gelukkig zit hier er wel eentje. Oké, hier zit er wel eentje. Dan gaan we deze maar proberen en hopen dat de queen bee niet in de ding gaat buggen. Zijn in ieder geval wel heel genoeg bijtjes zijn er uitgegaan hier. Maar zo door de steen te kijken is er geen queen uitgekomen. Nee, die is zeker niet uitgekomen. Which is pretty much zonde, I would say. Oh, voor mij is er eentje uit. Voor mij is er een giant queen uit. En ja, giant queen is eruit. Nice, oké. Geen idee hoe ik haar ga looten, terwijl ze daarin vast zit natuurlijk. Neem een bug repellent nemen we in. We gaan deze lelijke kleding aantrekken. Ik ben echt een boogieman nu. Bugs don't like to attack you, so don't attack them. Dat is de buff die ik heb gekregen. Oké, ik ben benieuwd, ben benieuwd. We gaan nu even dan bij gaan staan. Hallo, beensies. Hallo, giant bees. Hallo, ik sta op jullie nest. Dat mag wel, hè. Kijk, rare flowers, hè. Zeiden jullie, hier zijn de rare flowers. Even kijken of ik kan rare flowers op deze prachtige mooie dinges. Het gaat denk ik moeilijk lukken zo. Zit namelijk een beetje, zit een beetje vast in die cocon. Merk je dat? Er zitten voor mij ook twee in. Oké, wat gebeurt als ik dit sla? Dan gaat er niet veel goeds komen. Oké. Kan ik dat ding kapot hakken? Ik kan hem wel kapot hakken. Oh, you killed. Oh, kak. Nu is er een. Hij is dood. God damn it. Hoe kut is dat? Het is gewoon veel te moeilijk om zo'n ding te temmen. Want gewoon, zo'n hokje is gewoon echt gewoon helemaal kut. Omdat ze natuurlijk allemaal de buiten spannen. En voor mij is nu alles kapot. Yep, er zijn geen badges meer over. Hey, maar als iemand honing wilt, jongens, hier ligt heel veel honing. Er zitten echt duizenden maar duizenden honings hier. Dus geniet ervan. En ik ga op zoek naar een nieuwe. We found a new one. Pok. Even gedamaged. Oké, er komen wel bijtjes uit. Hartstikke fijn. Maar ik word de queen bij. Geef me de queen bij, jongen. Geef me de queen bij. Oh, de queen is eruit. De queen is er nu uit. Oké, de queen is eruit. Kan ik hem misschien krijgen? Ik zie er lekker achter lichaam, weet je wel. Ik kan honey gather als ik E druk. Oh god, ik ben aangevallen door iets. Oh, ik word gebijt. Waarom word ik nou weer gebijt? Ga weg, jongens. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Ik wil niet gebijt worden door jullie. Get out of here. Nare beesten. Nare giant beast. Allemaal dood gaan, dankjewel. Oh, ze vallen ook compleet mijn koken aan. Oké, weet je wat? Gaan we op mijn koken zitten? Pork zijn allemaal in één keer dood. Pork zijn allemaal in één keer dood. Pork, 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 pork. Lekker gedaan. Oké, nice. Oké, de tasje zit hierboven. Hartstikke fijn. Maar dan blijven die bijen zo gebukt in die beehive zitten. Dat vind ik zo kut. Want er is namelijk ook geen één beehive. Nee, het zijn er gewoon duizenden die in elkaar zitten natuurlijk, hè. Als ik één keer attack, zeker hier, dan... Oh, er gebeurt gelukkig niks. Oké, dus ze gaat niet dood blijkbaar. Dus ik denk dat ik blijf attacken totdat ze vrij is, denk ik. Als ik het voorzichtig doe, dan ga ik dat wel proberen. Oh god, oh god, oh god, er is gebroken, er is gebroken, er is gebroken. Oh god, ik word de hele tijd wel van mijn griffen afgepleurd. Oh my god, what happened? What happened, what happened? Giant beasts zijn allemaal dood. Maar is de queen ook dood? Dat is de vraag. Nope, as far as I know zit ze nog heel erg lekker gebukt hier binnen. Oké, ik zit eventjes nu voor de grap even te kijken. Voor mij zit het echt een stuk of... drie van die hier. Drie giant queen bees zitten daar gewoon met een reet naar me toe. Alsof ze me aan het teasen zijn, weet je wel. Ik ga kijken of ik dichtbij kan komen en ze misschien kan gaan temmen. Misschien lukt het nu wel, omdat ze nu een kontje uitsteken. Oh, voor mij lukte het. Eentje. Oh mijn god, oké. Goed kijken. Oh god, zijn er gewoon vier, ouwe. Het zijn er gewoon fucking vier van deze beesten. Ik kan er bij geen ene kant E drukken. Het is nog niet mogelijk in ieder geval. Misschien als ik eentje sla. Lukt dat? Lukt dat? Lukt dat? Nee, ze zit echt gewoon... compleet vastzitten die beesten als ik ze ook wel één keer sla. Nee, ze zitten vast. Maar stel hè, ik krijg er... Oh, er eentje is eruit, eentje is eruit. Oh mijn god, ik wou net zeggen. Stel hè, ik krijg ze er allemaal uit. Dan heb ik wel echt super veel van die dingen. Oké, kom maar. Pick up. We gaan die ene even chasen. Blijkbaar is er toch eentje uit te kunnen komen. Oké, daar is die, daar is die. Daar is die. Oké, dan gaan we naar je toe. En force feed. Spammen. Got him. Accept. Wat gebeurt hier? Oké. Even hier. Oh, wat gebeurt er? Your giant bee. Ik heb geen idee wat gaande is. Wat is hier gaande? Oh, kut. Nee. Stop. Passive. Kan ik jou eventjes meenemen? Ja, oké. We kunnen droppen Coco eventjes. Dan kunnen we jou eventjes inventory eventjes oppakken. Nice, we hebben er eentje. We hebben één bounty.
En dat bijntie is hier. Oké, je gaat eventjes stoppen. Oké, die andere beesten gaan zo meteen denk ik allemaal dood. Dat zijn natuurlijk allemaal bijproducten van de... Haha, snap je? Bijproducten. Haha, ik ben hartstikke grappig. Oké, we gaan weer terug naar boven. Oké, zijn nog superveel zijn nog steeds. Maar ik krijg mijn vingers er gewoon echt werkbaar niet doorheen. Oké, ik denk dat het weer even tijd wordt voor mijn Griffin. Om ze weer eventjes langzaam één voor één eventjes te attacken. Hè? Ik kan mijn Griffin letterlijk hier neerzetten en dan gewoon attacken. Totdat gewoon iets kapot gaat en dat ze eruit gaan. Ik denk voor elke hive die ik kapot maak, komt er één giant bee uit. Dus als het goed is, als ik deze allemaal klaar heb, heb ik misschien 10 van deze beesten. Misschien wel honderden van deze giant bees. Oké, en er komen echt superveel, maar ook echt superveel giant bees komen eruit. Ik moet eventjes vluchten. Even vluchten, hè. Jongens, even hou op met dat gezeuren. Er zijn fucking veel van die dingen die achter me aan gaan. Oh, er is eentje vrij. Ik zie er eentje vrij lopen. Ja, Coco, jij gaat me eventjes de blame nemen. Want ik zag er eentje lopen hier. Daar is ze. Kom op. Pak de. Goddammit, stomme kleine andere bijtjes die ik niet wil. Opgedonderd. Nou, ik zag er eentje vrij. Waar is ze? Oké, daar is ze. Oh mijn god, zijn er twee vrij? Zijn er meerdere vrij? Jongens, jullie hebben niet door dat ik er ben. Ik heb een killiesuit en ik heb de andere meuk. Alsjeblieft, laat me toch eens met rust, jongens. Oh, ik heb er een. Oké. En dan drukken we even meteen passive. We drukken de passive. Oké, je hoeft me niet per se te volgen. Nice. Oké, die hebben we die ook. Oh, er komt er eentje gewoon naar me toe. Kan ik jou... Oh, kak. Die is nog boos naar mij. Die kan ik dus niet pakken. Oké. Dan gaan we in jou eventjes een pick-up gooien. Dan activeren we die. Dan kunnen we jou meteen eventjes oppakken. Oké, en die bij gaat die kant op. Oké, onthouden we. Goddammit, er zijn zoveel kleine fucking bijtjes tegen andere bijtjes. Oké, de giant queen bees zijn er nu hier al twee van. Oké, hier is nog eentje. Oh god, voor mij heeft hij mij gezien dat hij zo doet. Ja, die heeft me gezien. Kaksoi. Oké, we gaan bukken. Buck repellent is nog steeds aan. Oh mijn god, heeft hij me nou weer gezien dat hij weer gaat poepen? Ik heb het gevoel dat hij me echt hartstikke door heeft. Dat ik gewoon... Oh my god, ik zag één keer de tekst voorbij komen, maar ik spam de E en het lukte gewoon niet. Oh, hier is eentje en daar is eentje. Oh, misschien kunnen we die nog even pakken, want die is voor mij niet agressief. Oké, go. Ah, en die wordt agressief. In ieder geval, die poept kinderen uit. En ik hou niet van uitpoepen kinderen de giant queen bees. Kom hier. Je stikt me niet. Je hebt helemaal niet door dat ik er ben. Oh, kom op. Kom nou hier. Lekker hier. Yes, ik heb hem. Oh, nice. Oké. Als ze hem niet doorhebben dat ik het ben, dan komt alles helemaal goed. Oké, en dan even passive. Oké, we hebben nu een derde. Oké, de vierde is daar. Ik zie de vierde daar vliegen. Oké, let's go. Ze heeft niks door. Ik loop achter haar aan. Ze heeft niks door. Oké, ze is nu kinderen aan het poepen. Als de kinderen niet doorhebben dat ik hier ben, is alles Gucci. Ik heb geen idee waar ze is nu. Oké, ze is daar. Oh, ze gaat wel heel ver van me weg. Madame Stealthy, they don't know I am here. Eén ding kan ik je vertellen, deze heeft geen zin om getamed te worden. Die gaat echt heel ver van me weg. En die gaat echt een beetje vervelend van me weg. Die gaat door de stenen heen. Dus ik hoop dat ze in een steen blijft buggen daar. Voor mij zit ze nu vast. Dat is mooi. Yep, die zit vast. Oké. Nice, oké. Kindjes. Ik ben er niet. Hoppakee. Ik was er niet en ik heb een pick-up. Nice, oké. We hebben dus 4 bijen in totaal. Zo, dan ga ik ze even allemaal bij elkaar zetten hier. Dat zijn er 3. Moet ik de video ook nog even vinden die ik daarvoor had getemd. Ik heb geen idee meer waar ze was. Ah, kijk eens aan. Daar ben je. Oké, het waren dus in totaal. Daar heb ik er 4 getemd. Ben ik best wel tevreden mee. Ik kan er denk ik wel wat leuke dingen mee maken. Kijk eens aan, zijn ze dan allemaal level 7. Oké, ik kan ze nog niet allemaal gaan levelen. Want ze hebben allemaal geen XP gekregen. Ik ben benieuwd of ze hierboven kan levelen. Ze zijn allemaal level 5 natuurlijk gespand. Natuurlijk omdat ik 100% taming visje heb. Hebben ze 2 levels erbij. Hartstikke chill. Er kunnen uit het huidige nest misschien nog meer bijtjes komen. Even kijken hoor of dat werkt. En voor al deze attacken zullen ze wel een duikvlucht gebruiken. Omdat daar natuurlijk geen bijen aan doodgaan. Nee, dat was de laatste. Allemaal zijn op. Ze zijn allemaal op. Eén ding is zeker. Ik heb wel werkelijk waar meer dan 4 bijen gezien. Die hier überhaupt in vast zaten. Dus er zijn echt een paar gewoon letterlijk waar gewoon ontsnapt. Maar ik had ook überhaupt niet verwacht dat ik er 4 zou themen. Dus daar ben ik best wel tevreden mee. Natuurlijk zijn er nog meer beehives en zo die ik allemaal kan gaan doen. Dat gaan we nu niet doen. Want nu is het tijd voor een basilo. Ik wil weer een basilo. En daarvoor ga ik denk ik naar Viking Bay toe. Omdat ik daar natuurlijk bij 100 level 140, 145 of zo dat het was. Had ik daar gevonden. Dus ik ga er gewoon weer vanuit dat ik daar weer een goede tegen ga komen. Zo, mijn prachtige Griffin mag hier wel... Nee, weet je wat? Ik zet hem op dat kleine miele-eilandje. Dat is die gewend dat hij maar zo weinig ruimte krijgt. Oké, we zetten hem neer. Hoppakee, hartstikke chill. Dan gaan we nu eventjes kijken of wij ons beestje tegen kunnen gaan komen. Die we de vorige keer natuurlijk ook hadden. Ja, wel zeker. Ik zie in ieder geval heel veel itchies.
Maar dat is niet wat we zoeken. We gaan even in ieder geval onze scuba gear aantrekken. Of in ieder geval, dat ga ik doen. Jullie niet. Dan ga ik gewoon een beetje om mezelf heen kijken. In ieder geval, haaien, die hebben we wel trek in. Level 140. Level 140 haaitje, jemig zeg. En dat is een level 25 haai. Oké, dat is echt bagger. Level 140 haai is wel prima. Is die nuttig om te hebben, though? Dat is altijd de vraag, hè? Dat is altijd de vraag die ik mezelf stel. Is die nuttig om te hebben? Misschien moet ik deze even eerst uitschakelen van level 25. In ieder geval 200 damage per shot op. Die kunnen we even snel doodmaken. Oeh, die andere komt er ook trouwens aan. Dan moet deze even snel dood. En hij is hartstikke neer. Hallo, andere haai. Jij bent een grote haai. Oh, kak. Ik kan natuurlijk met deze kak hem natuurlijk niet gaan temen, omdat dit allemaal natuurlijk niet onder water werkt. Oké. Misschien kan ik één lucky shot krijgen. Oké, hij zit dus daar. Dan kunnen we hem... Oké, het gaat niet als ik helemaal in het water zit. Dan gaat het niet werken. Dan moeten we denk ik maar op de ouderwetse manier met een crossbow. Pok in je koppie. Gaan we een poging doen tot jouw temmen. Je bent trouwens een female. Ik hou van vrouwen. Wist je dat? Ik hou van vrouwen. Ondanks dat ik voor een basilo kwam, is een megalodon natuurlijk geen verkeerd plan om te hebben. En hij is al op 3000 torpen. Dat gaat lekker snel, pik. Oké, hij moet nog 400 torpen hebben. Dat is zeg maar ongeveer, denk ik, 4 schoten maximaal. Of gewoon maar 1 schot. Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Lekker gedaan, pik. Oké, dan stoppen we lekker 10 mutum in je. Dat is denk ik wel genoeg. In ieder geval als je 10% per mutum krijgt. Maar dan gaan we eventjes afwachten. Wel het nare is dat ze natuurlijk ook Spino kibbel gebruiken om zeg maar hun te temen. Dus dat had ik eigenlijk best wel kunnen doen. Aangezien ik Spino heb en Spino eieren. Maar ja, ik had ook niet verwacht dat ik een Megalodon ging temmen van level 140. Omdat ik niet wist dat ik die op mijn pad zou tegenkomen. Dus ja, het leven gaat wel eens niet zoals het gaat. Hij is over de 50 heen. Dan heeft hij iets gegeten. Hij krijgt 37%. Oké, hij moet dus 3 keer eten. Dat is meer dan genoeg. Dan kunnen we eventjes de rest eruit halen. Oké, hij moet 3 keer eten. Of in ieder geval 2 keer eten. Gaat helemaal goed komen. Wij gaan in ieder geval verder zwemmen op zoek naar de hyenen. Wat ik ben aan het zoeken. Jemig zeg, wat zijn die voor haaien? Het is allemaal wel bagger level, dus dat hoef ik me sowieso niet om zorgen te maken, maar holy frieten. Misschien kan ik dit eigenlijk wel best doen met een octopus, want dat is misschien de enige waterdino die ik nog heb. Zit ik me ineens te bedenken. Want ja, in het water bewegen, dat doe ik niet heel erg snel. En dan wil ik liever dan met een octopus doen, want die is dan redelijk snel om mezelf voor te zetten. Ja, dat lijkt me strak plan. Ik ga naar mijn octopus toe en dan ga ik dan eventjes mijn handelingen doen. We zijn er, hoera! En ik zie hier een dodo van level 130. Pok in je kop, je bent een kantjes. Slaap zacht, mijn lieve dodo. Slaap zacht. Hier, neem wat besjes die ik niet heb. Hier, matcha berries. Hartstikke chill. Eet maar lekker op, meneertje. Oh mijn god, hij als hij gewoon 4... Oh mijn god, dat pijltje zit zo dik in zijn hoofd. Oké, nog 1 hapje. En ik heb een dodo getemen. Iedereen wilde dat ik een dodo ging temen. Nou, bij deze, dan heb ik eindelijk een dodo. Oké, nog 1 hapje. Kom, eet op. En hij is getamed. We hebben de dodo. Wat een prachtig mooi beestje is toch. We hebben hem vast. We hebben een dodo. We gooien hem neer. Yo, mensen. Ik ben trouwens wel benieuwd. Heeft onze octopus het overleefd? Degene die een baby heeft gemaakt? Sinds 2 video's heb ik er niet meer naar gekeken of iets in de richting. Dus ik ben heel erg benieuwd. Even kijken. Ik zie hem eigenlijk, heel eerlijk gezegd, zie ik hem niet zitten hier. We gaan even kijken in de tribeblog. Zoals je kan zien, ik heb natuurlijk baby hier geclaimd. Even kijken wat er allemaal gaande was. Ik zie nergens dat die dood is gaan of zo. Oh, hier. Oh, juvenile. Kijk hier. Starve to death. Oh, maar ook echt net, hè. Maar staat ook juvenile. Die is echt letterlijk net is die gestarved to death. Echt net. Toen we hier aankwamen. Ah, dat is wel echt balen, ouwe. Maar ja, ik kan moeilijk elke keer die inktvissen ook in de gaten houden, natuurlijk. Ik dacht dat ik genoeg vlees in hem had gegooid, maar blijkbaar dus niet. Oké, we gaan dus eventjes met onze prachtige mooie octopus gaan we op zoek naar een basilo. En de minimale level waarmee ik genoeg heb is level 130. In ieder geval voor hoe lang ik nu onder water ben, is de aantal basilo's is aardig laag. Want ik ben er nog geen één tegengekomen. Dat vind ik wel een beetje jammer. Oh jongens, wat ik hier tegenkom? Een een kikker van level 145. Dat is een pittig prima beestje, moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik ze tame. Ik ga het even op zoek op het internet. Gewoon knockout met een raw mutton. Want het chill is, hier heb ik dus een ascendant ding van. Dat is best wel insane. Even kijken welke het was. Was jij het? Jij was level 95. Jij was de... Oké, jij bent de zogenaamde boosdoener. Kan ik jou bola? Kan ik de kikker bola? Oké, in ieder geval onder water kan ik niet bola. Even kijken hoeveel torpen jij eigenlijk in totaal hebt. Jij hebt maar... Oh, je hebt echt heel weinig torpen. Oké. Gaan we in ieder geval 1 keer raak met deze schieten. Dan kunnen we jou in ieder geval hieruit krijgen. Oké, pok, die was raak. Nice, dan willen we jou eventjes nog een keer raken. Nice, oké. Dan gaan we verder hier omhoog. Oh, god, de kikker. Oh, dan ben ik tranquilized. Oh, dan kunnen die kikkers natuurlijk. I forgot. Oké, hopelijk helpt dit ding. Oké, ik ben nog steeds strength, maar... Oké, raak ik hem? Nee, waar is die? Waar is de kikker? Waar is de kikker? Ik ben de kikker kwijt. Kak, sorry, the kicker is gone. Hij is kwijt. I think I lost the kicker. Oh, is die hier misschien ergens in het gras gevallen of zo? Ik weet nog niet of ik hem nog een keer heb of
of dat hij nou gevlucht is hoor. Of voor mij zag ik hem, hier zo ergens liggen. Waar is die? Oh, dit is een steen. Nee, Link, dat hier, dat is een steen. Dat is geen kikker. Oh god, ik ben weer geraakt. Ik weet niet wat. Oh my god, wat vervelend. Oh mijn god, mijn name is Jeff. Ik heb wel nog een level, wat is de level 145er? Ik zie wel een level 140. Dus die is wel nieuw, 140, maar de level 145, geen flauw idee meer waar die is. Oké, jij bent een level 140er, dus jou gaan we dus nemen. Oké. Dan gaan we even één keer goed op jou. Oh god, kom eens de piranha naar me toe. Ga weg, piranha. Oh, is level 140 piranha nog ook. Ah, kut. Flikker toch een eind op, joh. Niemand wil... Oké, je springt uit het water. Ook hartstikke prima. Oh god, zijn er meer. Wil je ook allemaal even uit het water springen? Kom maar, spring uit het water. Spring maar uit het water. Yo, mensen. Kak, sorry. Why you gonna be so complicated, man? God damn it. We willen dan weer niet uit het water springen. Maar de kikker heb ik hem graag. Ik heb de kikker niet geraakt. Ik moet even snel even de kikker raken. Want ik wil uit het water. Ik wil uit het water. De kikker. Heb ik hem? Ja, ik heb hem geraakt. Oké, nice. Zwemmen voor je leven. Oké. Link, gaat goed komen. Oké, waar is de kikker? Oké, even schoen uitdoen. Even schoen uit, flips uitdoen. Oh god, ik ben tranquilized. Oh, dat komt door de kikker. Dat komt door de kinker. De kinker. Oh god, ik heb hem gebodigd. Nice. En nou heb ik free shots op je. Oké, nice. Oké, de 145 kikker hebben we niet meer. Level 140 kikker hebben we dus wel. En hij is nog. Oh mijn god, hij is nog niet. En er komt een slang achter me aan. Een slang. Ik hou niet van slangen. Ik hoop dat die slang eventjes gauw wordt gaan opdonderen. Oké, die kan dus heel goed zwemmen, zoals je ziet. Oké. Die kan onder water zwemmen. Oh mijn god. Mijn naam is Jeff. Oké. Even flippers aandoen. Oh nee. Oh mijn god, ben ik fucked? Ik ben niet fucked. Oh mijn god. Voor mij zwem ik echt net hoog genoeg. Ik zwem serieus net hoog genoeg. Maar mijn tranquilizer, of mijn torpor gaat nog steeds omhoog. Oké, het gaat nu weer zakken. Oh, thank the Lord Jesus. Ik was echt bijna als een slang omhoog kon zwemmen. Was ik hartstikke dood. Volgens mij zitten we ook in de swamp area. En de swamp is super gevaarlijk natuurlijk. God damn it, Kevin. Oké, we hebben het overleefd, denk ik. Ja. Volgens mij zijn we zo alleen... Oh mijn god, ik kom echt precies nu. Komt er ook gewoon een piranha aan. Oké, mijn scuba tank is kapot. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, je bent dood. Ik heb gelukkig nog één. Geen probleem. Ali B moet geflavoren, weet je wel. En hier is de geweldige kinker. Oké, jij wilt dus rammutten hebben. Dat kan ik jou aanbieden, alsjeblieft. Hier heb je het dan. Hoeveel? Oeh, 50% met één hapje. Oh my god, jawel, zeker wel. Zeker weten wel. Oké, nou nog eentje opeten en dan ben je klaar. En, joh, over klaar gesproken, je bent ook gewoon klaar. We hebben een kinker. Hartstikke fijn, een kinker. Nou, pick up relic en dan nemen we jou maar mee, hè, meneer de kikker. Ik heb geen idee wat ik eigenlijk met je kan. Maak hem zelf voor jou, dus we nemen jou mee. En we gaan er weer vandoor. Toedeledoki, swampy gedeelte. Wij komen niet voor jou, wij komen voor een basilo. En mijn allereerste basilo kom ik eindelijk tegen... En hij is level fucking... Are you kidding me, ouwe? Echt waar. Ik ben zo lang bezig geweest om basislo te vinden. Vind ik eindelijk eentje. Is die een ruk level? Oké, al die manta's. Die gaan we even doodmaken. Wat? Ik doe allemaal 0 damage op ze? Wat? Of doen ze 0 damage op mij? Ik heb geen idee. Allemaal 0 zie ik staan. Nou, geen flauw idee. Alle manta's eromheen doodgemaakt. Dan ga ik deze ook maar eventjes meteen doodmaken. In de hoop dat er een nieuwe spawnt of iets in die richting. Damage. Oké, ik doe wel veel damage. Oké, ik doe echt heel veel damage op mijn basislo, zeg. Als al die tentacles in ieder geval een beetje heen weer gaan spartelen, dan is het wel echt heel sterk tegen de basislo. Ondanks dat die gegrapt kan worden, is hij er wel echt heel sterk tegen. Dus dan kan ik enigszins wel begrijpen waarom mijn basislo is gaan door een octopus. Hij kan misschien niet gegrapt worden, maar hij kan wel heel veel damage ontvangen ervan. En we zijn trouwens weer bij Viking Bay. Ik heb echt gewoon helemaal vanaf mijn basis ben ik hier gewoon dus heen gaan dingen. Hartstikke fijn. Hey, en we hebben ook ons Hinty. Die is ook uitgekomen. Nou ja, die is niet uitgekomen, maar die is gewoon hier zo. Hartstikke fijn. Jou neem ik uiteindelijk ook mee naar een plek waar ik jou kan houden. Maar voor nu blijf je maar even lekker daar. Aangezien ik er dus echt gewoon nog geen enkele tweede tegen ben tegengekomen, ga ik me in ieder geval mijn standaarden al lager zetten dan dat in ieder geval normaal gesproken zijn. Als ik eentje tegenkom van level 100, dan ben ik er ook wel tevreden mee. Dan ga ik hem ook wel tenemen. En allemaal eigenlijk omdat ik allemaal van deze dingen dood wil hebben. Kom, sla ze gewoon dood. Oh, nou, ik moet zeggen, hiermee lukt het ook best wel prima. What the fuck? Ik heb gewoon 300 biotoxen, terwijl ze me niet eens aan konden raken. Heb ik er dan nog eentje nodig? Ik ben er wel aan het twijfelen aangezien ik nu heb gezien hoe effectief ze zijn tegen kwallen. 300 biotoxen is ongeveer gelijk aan 100 pijltjes. Dus moet ik eerlijk zeggen, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Misschien tegen slidderaaltjes zijn ze misschien niet zo sterk, maar dat gaan we ook gewoon proberen. Oké. Daar zijn ze misschien niet heel... Nou, ik kan gewoon op blijven hitten. Ondanks dat ik onder stroom zit, kan ik ze gewoon op blijven hitten. What the hell is going on? Had ik eerlijk gezegd niets verwacht. Oké, we hebben hier nog meer kwallen. Kom maar, kwalletjes.
Kom dan maar. Kom maar bij papa. Kom maar bij papa. Ja, 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 ja. Hoppakee. Zijn zo snel dood. Oké. Ik heb een gevoel dat we die biotoxin wel nodig. Maar ik bedoel de Baslo. Ja, de Baslo. Denk ik niet meer per se dat we die nodig hebben. Ik vond in eerste instantie heel erg kut dat hij dood was. Maar als ik dit zo zie, dat ik gewoon een beetje zo tentacles kan doen. Een beetje naar voren gaan langzaam. Die dingen zo even in één klapje dood kan maken. En de biotoxin ervan kan farmen. Heb ik zo'n gevoel dat we die niet meer nodig hebben. En er zijn weer heel veel aunties en anglerfinsies. Maak alles dood. Maak alles dood. Hoppakee, octopussie. Maak alles dood. Je bent niet echt heel goed aan het doodmaken. Dus heb ik zo'n gevoel. Die anglerfishes zijn wel... Of die anglerfishes niet. Die alen zijn wel best wel sterk eigenlijk. Omdat ze net uit mijn range gaan, zeg maar. Als ik gewoon afstand hou en dan attack. Kijk, dan doe ik damage. Dan doe ik... Oh, nu hebben we 38 damage, maar dat is echt super weinig. Oké, angler... Of niet. Wat zeg ik net? Anglerfish. Die alen, die zijn wel echt ruk om tegen te vechten als octopus zijnde. Kwallen, helemaal Gucci. Alen zijn gewoon rukbunker. Nu word ik wel vrolijk als ik kwallen zie. Kwallen. Oh god. Oké, moet ik het wel goed doen? Hallo, waarom zit ik in alt? Hallo, dat is niet chill. Oké. Kijk, die kwallen zijn zo slow, ze moeten echt aanraken voordat ze wat kunnen doen. Octopus, kwallen farmen is denk ik misschien nog wel beter. Ik heb er in ieder geval al 1300. Dat is echt wel heel erg lekker. En ik ben trouwens op level up, dus ik ga even weer een melee damage gooien. Ik heb al genoeg, meer dan genoeg HP. En over octopussen gesproken, eventjes tussendoor. Een level 15 octopus. Wil je met me vechten? Wil je met me vechten, knul? Kom met me vechten dan. Hoppakee, laten we vechten. Laten we dit doen. Oh, kijk mijn damage vergeleken die ouwe. Jij doet helemaal niks. Ik doe gewoon bijna 10 keer zoveel. Oh, en hij inkt. Dat betekent dat hij bijna dood is. En hij is hartstikke dood. En we hebben 20 Black Pearls van gekregen. Nice, dankjewel daarvoor. Ik heb geen idee wat ik aan het slaan ben. Maar ik ben... Oh, haaien. Er zijn die haaien. Voor mij zijn er wel sterke haaien. Er zijn boven level 100. Want ze deden in ieder geval heel veel damage. Dat is level 15 haaien. Oké, dat is fout. Level 145. Oké, die had ik gelijk over. En deze moet ook wel een sterke haai zijn. Level 140. Ik kalde het. En ik ben wederom level up. Dus wederom in melee damage. What the fuck zie ik hier? What the fuck is dit? Van wie is dit nou weer? Dit is van... Oké, dit is van... Oh mijn god! Oh mijn god, dat is van mezelf! Oh, dat zijn van deze beesten! Oh, die zijn hier natuurlijk! Oh mijn god! Die heb ik hier natuurlijk getemd. Welk level ben jij? Je hebt level 55. Amosasaurus. Oh ja, die heb ik hier getemd. Dat is waar ook. Ik schrok gewoon even door een gebouw. Ik dacht, nee joh, wie heeft hier nou een gebouw gemaakt? Maar ja, dan was ik natuurlijk gewoon omdat ik deze dingen ging temmen. In ieder geval deze dingen ging temmen. Dat was echt wel een tijd geleden dat ik eentje had getemd. Kan ik deze überhaupt grabben? Is dat mogelijk? Kan ik hem grabben? Nee, ja, ik kan hem grabben. Kijk, ik heb een beet. Ik kan hem damagen. Ik heb jouw beet. Jij bent nu beet. Ja, dan kunnen ze me niet eens damagen, joh. Nou, dan slep ik hem wel langzaam eventjes dood. Hoeveel HP heb je nog? Kan ik dat zien? Hoeveel HP je nog hebt? Oh, je krijgt zelf torpor erbij. Oh, van dit krijg je zelf torpor erbij, jongen. Voor mij als ik hem alleen vasthoud, krijg je een torpor erbij zelfs. Nou, laten we maar weer vastpakken. We maken hem eventjes dood. Een paar honderd slagen per stuk. En dan moet jij neergaan. Hier is John Cena. Oké, breng hem omhoog, jongens. En, oh, hij is al neer. Oké, laat maar. Ik wil het coolst genoemd zijn, maar dat ik hem zo ging slam dunken. Maar dat werkte niet. Maar nice, weer level omhoog. Chill. En hier zijn je andere vervelende beesten. Ken je deze nog? Die, oh, is echt dit zijn nou echt pleuris beesten, jongen. Die moeten nou echt... Als er nou iets dood moet gaan in de wereld, zijn het deze beesten. Daar heb ik zoveel gezeur mee gehad. Die gaan gewoon neer. Oké, eentje doet 93 damage, de andere doet maar 60. What the fuck? Wat is die damage verschil? Ik snap het niet. En er komt ook nog eens een haaitje bij. Oké, het nare is, zeg maar, van het octopus, als er eenmaal echt in je gaan zitten, dan ben je gefucked. Dan kan je ze niet meer damagen. Maar kom op. Octopus, drive bij. Kijk, nu kan je weer damage doen. Oké, eentje is dood. Level 95er. En die andere 95 moet ook even dood gaan. Dus nou, pak ik je gewoon even bij je lurven, hè. En dan maak ik je even dood, hè. En drukken we even C natuurlijk, hè. Hoppakee. Dan drukken we C om... Ik wil C drukken voor... Inkt! Kijk eens aan. Hier is inkt. Inkt. Inkt is hartstikke leuk. En weer wat in melee damage. Wat heb ik trouwens? Fireworks heb ik. Oh, flare gun skin hebben we. Ik heb geen idee hoe ik er al kom, maar ik heb ze wel. En ik zie hier gigantische crystals. Holy shit. En weet je, het is echt om het oplicht of zo. Is dit een artifact of zo? Of ligt het aan mij? Dan zou ik denken dat het wel door iets wordt bewaakt of zo. Maar ik zie alleen maar even drie haaien. Even snel gezien. Zo, het is echt licht. Oké, is voor de rest niks hier in de buurt? Mooi. Dan gaan we even kijken of hier een artifact zit. What the fuck? Ik kan hier niet eens heen. Zie je dat? Kijk, als een kreplinghoek. Dan kreplinghoek ik letterlijk hierop. Kan ik dit dan wel C4'en? Oké, C4 lichter. C4 lichter, jongens. Zijn we er klaar voor? We gaan het opblazen. 3, 2, 1. En dan is Choronimo. Oké, dat heeft dus geen zin.
Kan ik het wel wegpickaxen? Ik kan er gewoon zelfs in. Oké, nice, ouwe. Nice. Lekker gedaan, pik. Oké, we kunnen hier dus niks. Ziet er heel vet uit. Ik dacht dat er een artifact hier zat, maar blijkbaar niet. Of een epische baas had ook prima geweest, maar dat is er allemaal niet. Nou, kan je wel zeggen, zijn er wel echt heel veel van deze gigantische kristallen. Oké, dit is de tweede keer wat tegenkom. Zit hier misschien een artifact in? Nee. En ik kan er gewoon ook niet in, want er zit een mind field voor waar ik dus niet doorheen kan. En ik kom weer kwallen tegen hi-ha-ho. En ik kom weer kwallen tegen hi-ha-ho. En dank je voor je biotoxin hi-ha-ho. En dan wil ik weer pleiten later. Ik zie je Alex in de buurt en ik hou niet zo erg van oudje. Oeh, hier zijn heel veel. Oeh, nog meer kwallen. Ik hou van kwallen. Maar er ook echt heel veel kwallen zijn hier. Kom maar bij papa. Jou hoor, biotoxin. Kom maar binnen. Die gaan we farmen voor deze. Dat ik in ieder geval heel lang niet meer onder water hoef. Kijk wat een damage ik doe op die dingen. Kijk hoeveel damage ik doe. En de aalen komen eraan. Oh god, de aalen komen eraan. En ik heb ze gejuked. Ik heb ze gewoon gejuked, motherfuckers. En er is ook dit beest. Wat heb ik? Een dunkelo. Ik heb geen idee wat dat ook weer deed. De vorige keer dat ik voor mij dit wilde pakken of zo, dan deed hij heel erg raar. Oké, we pakken hem gewoon beet. We pakken hem gewoon beet. Hoppakee, we hebben hem vast. Oké, ik doe maar echt maar 27 damage op hem. Oké, weet je wat? We laten hem eventjes los. We gaan even alles hier even doodmaken hieromheen. Want ik doe echt heel weinig damage op dat ding. En ik heb hem nu wel doodgemaakt. Nice. Oké, ik krijg er shit in uit. Geen idee wat ik hiermee moet. We zijn in ieder geval wel level up. Dat is wel lit. Oh, mijn scuba tank. Oh, kak, mijn scuba tank is kapot. We moeten omhoog, jongens. We moeten omhoog. We kunnen niet langer blijven. Ook al wil ik langer blijven. We kunnen niet langer blijven. Twee scuba tanks zijn echt definitief op. Snel naar boven, snel naar boven, snel naar boven. Ik zit echt heel diep, zit ik. Oké, go, 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 go. Octopusje, go. Octopusje, go. Octopusje, go, 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 go. En we zijn, als het goed is, adem, yes, we made it. En het is echt heel erg donker, dus dan gaan we eventjes fixen. Hoppakee, of in ieder geval heel licht was het. Even kijken, qua loot, we hebben 31 black pearls. Of het is eigenlijk 2200 hebben we biotoxin, echt heel veel. We hebben ook basilo, blubber, geen idee wat je mee kan. Ook genoeg klof, die mag ook even weg. We hebben wat skins erbij gekregen, heel veel hide, heel veel keratin hebben we. Heel veel vis hebben we, maar we krijgen heel veel vis, heel veel vlees. Een klein beetje parels, klein beetje olie en absorption meuk. Het is echt wel best wel, ben ik hier best wel blij mee eigenlijk. Nou, wat ik in ieder geval ga doen is mijn octopus weer terugbrengen naar de plaats waar ik me opgehaald. Ik ga alle spullen die ik bij me heb, ga ik terugleggen in mijn base. En dan bedank je voor het kijken naar deze ARK video. Vond je hem leuk? Doe er eventjes een duimpje omhoog. Vergeet gewoon niet op mij te abonneren en natuurlijk twee andere video's die te klikken. En daarboven en allemaal andere meuk. En koop de shirt van mij en Don. En ik zeg hem één ding, dat is later.